werken, dus ja. Mijn haast dat niet echt natuurlijk, dat moeten ze nooit doen. Eens kijken wat we kunnen aandoen en zo. Dus dat is allemaal een beetje. Dus, het komt wel goed. De, vandaag gaan we trouwens ook zwemmen en zo allemaal. Dus dat is wel heel leuk. Het zal ik een beetje anders zetten. Nee, altijd. Ik kan er niks aan doen. Het is ook omdat ik morgen ziek even. Ja. Dat ik eronder doe en de rest. Dus, dat kan zich ook altijd zo. Dus, ja. Maar de rest gaat trouwens ook goed. Ik heb goed geslapen en zo. Dus dat is het voordeel dat wat je hoort is Karin die haar haar aan het drogen is momenteel. Dus ik probeer hier zoveel mogelijk mee te pakken. Zo, hier heb ik gelegen zo. Slapen. En dan met de pikkenvootjes en zo. Dus ja, wat speciaal. Dus het is vandaag trouwens 10 juli. Dus ja. Komt zeer goed. Eens kijken wat ik ga gaan aandoen. Dat wil ik nog geen verlies. Wat ik aandoen. Dus het meeste problemen die we hebben op de camping, we hebben geen wifi, dus dat wil zeggen dat we niet echt op het internet kunnen. En ik kan wel maar voor de rest. En valt het wel mee. We gaan eens kijken. Misschien dit. Kijk, dit is het ontbijt. Mooi, hè? Wel lekker. Wat vind jij het lekkerste? Salami, kaas. Allee, alles bijna. Kijk, dit is zo een masker. Leuk, hè? Niet gebruiken op de huid voor mijn contact met de ogen. En hier heb je nog maskers. Kijk, het zijn nog maskertjes. Die hebben allemaal gebruiken aan. Maken. Dat is wat ik heb al. Een stukjes en alles. Dus wees benieuwd of het lukt. Dus het is klaar. Dan ziet het eruit. Dat is wel leuk eigenlijk. Alleen de stukjes verschuiven nog heel gemakkelijk eigenlijk. En dat is niet zo leuk. Maar het valt nog wel mee eigenlijk. Het is nogal goed gelukt eigenlijk. Jullie kennen haar goed, hè. Vaak in de vlog. Als je denkt wat voor een raar monster is dit. Schoonsel. Ja. Ik ben een cactus. Allee, dat staat er toch op wat dat cactus is. Een gezichtmasker. Ja. Of een cactus. Dus dit is de dingen. Mooi, hè? Helemaal mooi, hè? Kijk, voilà. We zijn hier naar buiten, hè. Helemaal naar buiten. Begint te regenen. Is dat besteld? Zo. Vind je van mijn powerbank? Oh, in de action. Echt door de moeras. Dat is al wel een paar jaar geleden. Helemaal de moeras. Ze zijn aan het wandelen. We gaan richting de winkel. Zien wat we tegenkomen. Kijk, hier heb je ze allemaal. Ik heb nog altijd geen wifi in huis. Kijk. Aan de zee. Hier ook niet. Nee. Daar kan je gaan tennissen. Gaan we tennissen? Ik wil tennissen. Ik kan dat niet goed. Ik kan dat ook niet. Ik zit daar altijd te zoeken. Dat is met die bakken, tong, die maai. Er is heel veel groen dat je ziet. Ik had er een beetje te regenen of zo. Ja. Ik vind dat gezellig als het warm is en regent. Als je pijn moet hier zijn. Ik zit altijd in de regen als het warm is. Altijd. We zijn ook al eens erkend geweest, hè, maar dat was gisteren. Dat was ook wel grappig. Ja. Maar veel mensen kennen me niet, hè. Gaan we iets drinken hier? We gaan hier naar binnen. Ja.
het allemaal als goed loopt. Dat kennen ze nog, hè? Ja. Komen ze weer allemaal af en naar jou? Waar was dat weer? Daar. Hè. Ja. Ja. Zo, we gaan toch naar buiten. We staan met die eerst handen en dan naar buiten. Ja. Ze zeggen al welkom terug, zeg. Ja. Voilà. Zo, we zitten er helemaal klaar voor. Je bent helemaal klaar. Hier is een ijsje. Ja, schuif dat aan mama Panda. En dan hier. Zot. Die wordt zot. En dat is wat dat zij heeft ook daar. Wat lusten jullie nog graag? Dus. Ik ben mensen met eetproblemen. Ik zit dat gewoon in de camping. Dat is goed. In de campinggroep, ja. En daar zit zij te drinken. Je zit erbij. Helm is die niet. Dus het is iets wel goed aan. Ik wil wel slagroom. Het is allemaal vliegtuig. Allemaal vliegtuig. Beetje te donker. Kijk, de barbecue staat daar. Zie je hem? Daar staat hij. De barbecue staat daar. Doe maar een kookvlog. Nee, dank u. Maar de verbinding loopt tussen mijn mank. We zitten hier echt tussen die bomen eigenlijk. Er zitten ook heel veel bomen en daar loopt de verbinding ook wel mank. Gelukkig dat de vlogs eigenlijk gewoon thuis worden gemaakt en geüpload worden, dus dat is geen probleem eigenlijk. Dus ja. Dus dat is wel een voordeel eigenlijk. En we hebben er verbinding. Ik ben even aan het praten met de camera. Dus, maar we hebben echt al heel veel gedaan eigenlijk. Sommige mensen liggen te slapen. Ik ben wakker. Ik was ook eventjes slapen. Ik heb buikpijn en daarmee heb ik even op de wc gezeten. Maar dat gebeurt al eens een keer als je op kop gaat. Hè. Dus, maar voor de rest is er ik heel leuk eigenlijk allemaal. Dus ik heb ook veranderd van broek. Dat is wel makkelijker zit eigenlijk, want alles zakt af omdat ik vermager ben en ja, dat is wel leuk. Hierachter hebben we dus echt goede buren, die zijn aan het, die kennen ons ook een beetje van TikTok en dat is wel leuk eigenlijk. Dus is dat super. En wie staat er achter deze deur? Eigenlijk is deze deur. Kijk, dit zit achter deze deur. Zie? Of hij. Nu hebben we hier ook twee honden, die komen constant naar hier. Ik ben niet bang van honden, dus dat is al iets. Ik weet. Ze hebben ons nog niet opgegeten, gelukkig maar. Hè. Kijk, het is echt aan het regenen, mensen. Echt aan het regenen. Net als ik live ga, regenen dat toch wel. Je kunt niet goed zien, maar je hoort het wel dat het regent. Ik zei dat het ging regenen, maar het was dus echt wat ik bedoelde. Het regent dus echt. Kijk, ik kan je beter zien. Ik word echt zo. En hij is ook al helemaal aan, daar, kijk. Zie je het? Als je het niet ziet, ja. Ik ga niet mezelf uit. Ik ga wat regen. Wat valt eigenlijk van mij? We hebben goed weer gehad. Mm-hmm. Dus, Maar ik heb ook bij u ook gereageerd. Ja, ik sta, ik ben altijd op. Ja, bij mij. Heb ik bij u? Kijk. Ik heb bij u. Oh,